100 verlichte trekkers hebben gisteravond een ronde gereden door de gemeente Barneveld. Onderweg leverde de stoet pakketjes vol streekproducten af bij verzorgingshuizen. De lichtjestocht is inmiddels een echte traditie geworden. Het is dit jaar de derde keer dat de verlichte trekkers door de straten trokken. Het is altijd mooi als je zoiets gezelligs met elkaar kunt beleven. Nou, ik denk dat het na een zeer bewogen jaar een mooie afsluiting is voor de boeren. En een hoop op een betere toekomst. Dit is gewoon leuker voor de boeren en de burgers. Ja, weet je, dus we hebben hier het nodig opgesteld. En ik hoop gewoon dat iedereen plezier heeft. Er zit ook een wedstrijdelement vast aan de tocht. Een jury reed tijdens de lichtjestocht rond om alle versierde trekkers te beoordelen. En die stond onder leiding van niemand minder dan Tweede Kamerlid Caroline van der Plas. Van harte gefeliciteerd, geniet ervan. En een heel groot applaus voor alle drie de winnaars.